Dan gaan we de kraag met de spiegellijn tegen de spiegellijn van ons voorpand vaststikken. Je gaat zien dat die tekens perfect overheen komen. We leggen die met de goede kant op de goede kant. En mijn trucje om ervoor te zorgen dat merktekens mooi tegen elkaar komen, is effectief door het teken te prikken met een speld. En door het andere teken ook door te prikken en dan vast te spelden. Je zorgt er natuurlijk voor dat die juist ligt, dat straks de halslijnen tegen elkaar kunnen. Dus goed kijken dat dit puntje zo gaat komen. En dan gaan we dat stikken van teken tot teken. We gaan de spiegellijn vaststikken van teken tot teken. Dat is tevens ook op een centimeter. Ook weer hier goed kijken dat we echt mooi in het punt starten. We hechten aan het begin en ook aan het einde. Daarna gaan we bij deze spiegellijn vastgestikt. Je gaat dus de spiegellijn van de andere kant moeten worden vastgestikt. Daarbij ga je zo een klein beetje je delen moeten opbollen. Zodat dit stuk daar netjes tegen kan. Zorg dat dat natuurlijk hier nergens draait. En dan spelden we hier vast ook weer door de tekens. Steken we een speldje door dit teken, door het teken op je kledingstuk. En we spelden dat vast. Daarna gaan we daar ook weer stikken, net zoals de andere kant. Als de kraag met de twee spiegellijnen vasthangt, dan gaan we de halslijn stikken. Je gaat voelen dat dat niet direct lukt als je die in elkaar gaat spelden. Dat we eigenlijk hier met een overschot zitten. Je krijgt dat er eigenlijk niet ingespeld. Dat kunnen we oplossen door een klein knipje te geven in ons kledingstukdeel, vanaf dat hoekje tot in ons steken, dus het einde van ons stiksel. Natuurlijk niet knippen in het stiksel. Je kunt dat gemakkelijk met een klein schaartje, omdat je dan heel... specifiek tot in dat hoekje kan knippen. En we doen dat zowel links als rechts. Altijd knippen in het kledingstuk, niet in de kraag zelf. Zo. En nu kunnen we die vastspelden. Plooit dat zich hier eigenlijk netjes open. Kunnen we dat vastspelden en onze knipjes komen netjes gelijk met de naden van de rugpanden. Hier spelden we de schoudernaad gelijk. Aan deze zijde ook. Zorg dat de naden mooi open liggen. De middenrugnaad ook. Mooi op het knipje. Dan gaan we de halslijn stikken op 1 centimeter. We gaan netjes starten in het einde van het knipje, dus het begin van uw vorige stiksel. En we hechten zeker aan het begin en straks ook aan het einde. Als onze kraag er netjes in zit, dan ga je zien dat hier een hele mooie hoek ontstaat. We gaan onze merktekens daar nu uithalen. Die hebben we nu niet meer nodig. En aan de averechtse kant kunnen we die daar dan normaal gewoon uittrekken. Nu gaan we die deel, gaan we die naad die we net gestikt hebben, die halslijn, gaan we schoon openstrijken. Over de spiegellijn. Die daarvoor al vast in, strijken we open. En dan ga je eigenlijk hier zien dat met het openstrijken daar een puntje gevormd wordt. Dat mag eruit geknipt worden. Dus dan gaan we een stukje uittunnen, dat we
nemen het eigenlijk vast en we knippen dat hoekje daar voorzichtig uit. En dan kunnen we dat helemaal mooi dat puntje plat strijken. Dat ziet er dan netjes uit langs de goede kant. Mooi plat. En dan doen we hetzelfde aan de andere kant.